Vandaag hebben we twee stellages. En hier komen vandaag verschillende muren in. Vandaag is het tijd om verschillende muren kapot te rammen. Het is simpel. Er zijn drie verschillende rondes. Dit is ronde 1. Dit is ronde 2. En dit is ronde 3. Ronde 1 is easy. Ronde 2 is hard en ronde 3 is unbreakable. Elke ronde zijn er dus twee verschillende muren. Het rad bepaalt wie welke muur moet gaan vernietigen. Degene wie de kortste tijd nodig heeft om de muur te slopen en er doorheen te komen, wint die ronde. Ook krijgen we om de 30 seconden de mogelijkheid om te dobbelen en daarmee kun je een hulpmiddel gaan gebruiken. Deze video kostte erg veel tijd om op te nemen en ook wat centjes, dus heb je nog steeds niet op die abonneerknop geramd, dan zou ik dat maar even snel doen voordat ik jou kapot ram. Nee, grapje, maar we willen er vandaag 2000 subs bij, dus abonneer maar eventjes, dat zou superleuk zijn en dan mis je niks meer. En dan gaan we nu beginnen met ronde 1. Oké, jongens, dit is ronde 1. We hebben aan deze kant folie. Bubbeltjes plastic, allemaal folie. En aan deze kant hebben we heel veel lagen wc-papier. Ik denk wel echt meer dan 100. En ik weet wel welke fijner is, denk ik. Maar om dit te bepalen hebben we een rad. Steenpapier schaar, wie mag beginnen met draaien? Steenpapier schaar. Jij mag beginnen. Oké, één ding. Ik weet 100% zeker dat de wc-papier makkelijker is. Ik denk gewoon dat je daar meteen door kan. Maar ja, dit is natuurlijk nog de makkelijkste ronde. Ik ga gewoon draaien. Ja, ik ben echt benieuwd. Ja! Uit wc-papier! Dit ga ik sowieso winnen, denk ik. Ja, ik weet het niet. Oké, ronde 1 gaat beginnen. Eén muur met honderden lagen wc-papier en een muur met folie. De gereedschappen zullen elke ronde ook heftiger worden. En dit zijn de gereedschappen die we mogen gaan gebruiken. Deze muur moet ik dus vernietigen. En ik kan je één ding zeggen, ik denk dat het eigenlijk niet eerlijk is. Folie is denk ik veel sterker, maar ja, dit is eigenlijk nog de meme-ronde. Ja, misschien kan ik hier wel even binnen 1 seconde rijden. Ik leg de dobbelsteen hier neer. Na 30 seconden mag ik hem pakken en iets dobbelen, maar ik weet niet of dat nodig is bij deze. Ga je dat erin vliegen? Ja, ik denk het wel. 3, 2, 1, go! Shit! Hoeveel seconden? Hoeveel seconden was het? Ja, weet ik veel. 3 of zo. Je vlog erin. Ja, dit is echt gevaarlijk ook zelf. Dit slaat ook echt helemaal nergens op. Nee. Deze ronde slaat ook nergens op. Maar je hebt 3 seconden om daar doorheen te komen. Oh ja, dat is onmogelijk. Oh, dit is niet van mij. Ik voel gewoon nu al. Je moet er, ik weet niet, je moet er heel snel helemaal doorheen. Ja, hè? Onmogelijk. Ik ga het wel proberen. 3, 2, 1, go! Oh, zo! Dit is moeilijk, hè? Dit is moeilijk, holy shit. Ja, hoe? Uitademen. Oh, gast! Ik kom er gewoon niet doorheen, hè? Steviger dan ik dacht, hoor. Ja. Ja, 30 seconden, snel! Kom op! 5. Bezem! Breng mijn arm bijna, hè! Help! Ja. Je moet er helemaal doorheen, hè? Hè? Dobbelen! Nog een keer! Ja, om de 30 seconden. 3. Knuppel, heb je ook helemaal niks. Maar kan je er niet op doorheen, man? Nee, nee. Je mag wel dobbelen, ja. Ja! Hier, pils! Zoekt hem wel stop. Bier! Ja, we vliegen gewoon doorheen, man. Oh, help! Ik zit vast! Ik zit echt vast, jongens. Yes! Jammer. Ja, ik moet eerlijk zeggen, wc-papier is veel makkelijker, maar dan had je maar de rat moeten winnen. En ik kan je eerlijk zeggen, dit was nog maar het inkomrondje. Het staat nu 1-0 voor Rick. Nu is het tijd voor ronde 2. Nu begint het al een stuk moeilijker te worden. Eén muur met honderden lagen duct tape en één muur met sterk gaas. En dit zijn weer de spullen die we mogen gebruiken. Zoals we op het rad zien, hebben we een duct tape muur en een muur met gaas. Nou, kijk maar hier. Vrijwel onmogelijk om hier doorheen te komen. Ja, ik weet niet. En hier bij de duct tape. Wat heb jij liever? Deze, want ik heb zin om te gaan te rozen. Om de abonneer te Ik denk dat hij ook makkelijker is. Ja. We moeten er net zoals de vorige ronde helemaal doorheen. Dus dat wordt nog een opgave. En omdat Rick net heeft begonnen, mag ik nu beginnen. Wat zag je idee? Oh, wat wil je? Oh, mij maakt het echt niet uit. Het is duct tape. Lekker. 3, 2, 1, go! Ja, wat moet ik er ook mee doen? Oh, geen beweging! Knal het kapot dan! Man, wat is kapot? Ja! Als ik maak die kapot, zullen we nu allemaal op die abonneerbutton duwen. Dat is een goed idee, Jesper. Met elleboogje. Wat is nu moeilijk? Oh, het is steviger dan ik dacht. Het zijn echt dik veel lagen. Ja, nee. Ja, je mag dobbelen, je mag dobbelen. Shit. Dit is juist handig. 4. Ah, oh, je hebt niks. Nou. Je moet er helemaal doorheen, hè.
Oh, dit gaat best moeilijk. Ik had gedacht dat hij er eerder deze begon. Mag weer dobbelen, je mag dobbelen. Shit, ja. Ja, je kan best goed rennen. Ik wil nog één keer dobbelen. Zes, de joker. De joker. De joker. Oh. Oeh, wat denk je? Wat voor weet tijd? Ik niet. Ik denk 1,5 minuut. 1 minuut 14. Ik ben al alleen. Ja, dit was al een stukje moeilijker. Hoe ga ik dit kapot krijgen? Ja. En dit is wel moeilijker. Ik denk dat dit moeilijker is dan de duct tape. Dat weet ik wel zeker. Je moet je wel mee oppassen, hoor. Ik moet een goede gereedschap hebben. Ja. Tel maar af. 3, 2, 1, go! 1 minuut 14. Hoe ga je dit doen? Ja, dit is niet te doen. Dat is niet te doen! Dat is niet te doen met handen. Ja, je krijgt het niet kapot. Dat denk ik serieus niet. Kan ik niet al dobbelen? Ik wil bij de 30 seconden meteen dobbelen. Ja, daar gaan we over zien. We kunnen dobbelen. 5. De moker. Heb je helemaal niks aan. Rooschrik. Ja, dit is moeilijk. Ik moet echt de nijptang hebben. Ja, ik ga dobbelen. Ja. 4. Oh, jij hebt toch wel zoveel geluk. Oh, ik moet nog heel snel. Ik moet heel snel denk ik. Ik weet niet meer hoeveel tijd ik heb. Ja, tijd, dit kost veel tijd. Je mag hem nieuw dobbelen. Ja, dat hoef ik niet. Niet? Oh, dit duurt echt langer dan ik denk, denk. Lang denk, denk. Kun je hem knippen? Dat ik er doorheen kan? Ja. Au! Ah, ik kan er doorheen denk ik. Ja, bijna. Yes! Ja. Ik ben er wel doorheen. Wat voor tijd heb ik? 4,5 minuut, zoiets. Valt nog mee. Oh, maar één ding, er komt nog de beslissende ronde aan en dat wordt de onbreekbare ronde, dus ik ben echt benieuwd. Oei, 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 oei! Het staat nu 1-1, dat betekent gelijkspel. Nu komt de beslissende en ook meest moeilijke ronde. Eén muur met dikke bakstenen en een muur met sterke platen hout. Wie gaat er winnen, wat denk je? En deze spullen mogen we weer gaan gebruiken. Oké, we hebben hier dus een houten muur en een stenen muur. En dit is dus onbreekbaar, denken we. Ja, dit is... Daar kom je nooit doorheen, man. We hebben serieus een muurtje gemetseld. Die heb ik gemetseld. Dat is niet aardig, Rick. Mijn eerste muur, wat vinden jullie ervan? Ik vind het best wel mooi. En dit is hout en ik weet ook niet hoe we hier doorheen komen. Maar ik denk dat we echt gereedschap nodig hebben. Hout! Ik weet echt niet wat het fijnste is, hoor. Ja. Ik weet het echt niet, bij deze weet ik het echt. Oké, deze spullen mogen we allemaal gebruiken. Ja, wat is het handigst? Ik weet niet wat het handigst is. Dit is wel een mooi apparaat. Maar ja, ik moet er gewoon helemaal doorheen, hè. Dat ja. Is het moeilijkst. 3, 2, 1, go! Gewoon rustig aan, Rick. Ja, kom op, man. Mijn handen zijn zo kort. Hoe wil ik hier doorheen, man? Ja. Kan ik het doppelen of niet? Oh, dit moet ik hebben. 5. Zaag. Ja, maar ik mag niet aan de zijkant gaan zagen, toch? Nee, je hebt er niks aan. Ja, waarom hebben die er tussen gedaan? Ik mag ook niet aan de zijkant zagen. Ja, hier heb ik ook helemaal niks aan, jongen. Wat is dit? Oh, wacht. 2. Oh, de bel! De bel! Zo! Dit is nul net! Ik dacht echt dat het veel meer nut had. Dit is echt onbreekbaar. Zo, fuck! 4. De hamer. Ja. Je komt er gewoon niet doorheen. Ik kom er niet doorheen, ik weet het nou wel. 6 joker. Joker. Oh, 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 oh. Dit, oh, dat heftige geschut. Doe maar. Is dit ding nu al voor gemaakt? Nee, dat is een steenboog. Steenboog? Kom goed. Oh. Hoe lang heb ik nog? Ja, nog een minuut. Ja, jij hebt alle gereedschappen al vrijgespeeld, dus je kunt pakken wat je wilt nu. Ja, maar ik wil wel eens weten hoe jij met je stenen kapot gemaakt. Ja, inderdaad. Daar is er geen winnaar. Ah. Ik kan er doorheen kijken, maar dat is alles. Ja, dat is alles. Het koeft erin spaaien. Ja, spaaien. 3, 2, 1. De 5 minuten zijn voorbij. Ja. Helaas. Maar hoe had ik dit moeten doen? Wel ja, niet het goede gereedschap ervoor. Nee, dat klopt. Maar ja, ik wist niet dat het... Ik dacht, ik kon er wel doorheen met de bel of zo. Ah, oh, je komt hier gewoon niet doorheen. Het is gewoon net zoals een huis. Je komt er gewoon niet doorheen, ja, maar een huis kan je ook slopen, hè? Ja, je moet gewoon binnen 5 minuten slopen. Ja, dat klopt. Jij hebt klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Eerst handen. Ja, ja maar dit doet ook gewoon pijn. Ja, dit krijg je niet kapot. Ja, ik kan beter gaan verwachten. Dit lukt niet. Ik mag gaan dobbelen. Ik ga dobbelen. Ik kan gewoon rustig aan doen, vind ik. 2, de bel. Bel! Hier heb ik helemaal niks aan. Ah, cement in mijn oor. Ja, dit heeft ook totaal geen nut, hè. Dat is gewoon onbreekbaar! Dat is gewoon echt onbreekbaar!
Ik hoop 6, de joker. 3. Kom goed. Dit kan misschien wel helpen. Als je gewoon houden je hebt. Ah, dat doet pijn. Er zit wel een beetje weer in, hoor. Oh, pijn aan een steen eruit. Ah, dat doet zoveel pijn. Dit is een van de knockback wat je krijgt. Ja. Oh shit. Hey. Je mag wel dobbelen, je hebt. 4. Yes. Nou, ben je klaar voor of niet? Nou weet ik zeker dat hij kapot gaat. Oh, je moet er helemaal doorheen, hè. Oh. Wat een chaos. Komt die? Oh. Dat is gevaarlijk. Ja, je kan er al heen. Oh shit. Oh god. Alles vliegt in duizend stukken. Oh. Jawel. Dat betekent dat jij gewonnen hebt. Ik heb gewonnen. Ik had niet gedacht dat ik er zo doorheen zou komen. Nee, maar ik denk dat de cement nog niet volledig droog was. Nee. En als jullie willen dat we dit vaker gaan doen met andere muren, dan moeten jullie dat laten weten. En laat ook weten met welk materiaal we de muur moeten bouwen. Doei!